En allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2017. Mijn naam is Michael. En vandaag gaan wij de bak met hout leegmaken. Ik heb er nog wat extra offscreen ingegooid, dus we hebben een goed bakje vol. Maar ik zat een video van Dragonwind te kijken en ineens dacht ik, hey, ik ben heel dom bezig. Want je kan natuurlijk ook de missies doen. Ik had het al in mijn hoofd. Ik had in de eerste aflevering al gezegd dat ik missies zou gaan doen. Ben ik helemaal vergeten. Maar nu gaan we dus wel de missies doen. En maar lijkt het wel super tof. Ik heb het één keer gedaan, een veldje. Maar ik denk dat er veel leukere missies zijn. Dus we gaan zo meteen eens kijken hoe dat werkt met de missies. En dan gaan wij een missie doen. En dan kijken we wel wat er gebeurt. Maar ik hoop in ieder geval, de video is online gekomen. Ik hoop dat je de nieuwe kwaliteit is opgevallen. 1080p, 60fps. Het kost me wel 3 uur extra. Gisteren dacht ik maar een uurtje. Maar het duurt me 3 uur extra om een video te maken. Niet om op te nemen, maar om te renderen. Het duurt 1,5 uur ongeveer. Een aflevering van 20 minuten. En ja, dus het is best wel lang. Als jullie afvragen, hey Michael, waar ga je heen? Ik ga nu momenteel naar de trein toe. Want het leek me wel leuk om eens een keertje te laten zien hoe de trein werkt. En dat willen jullie ook heel erg graag zien. Dus dan gaan we dat maar eens doen. Dat is een depot om te lossen. Volgens mij niet voor het hout. Het hout moet ik gewoon even met de hand in de trein scheppen. Nu zet ik netjes zo neer. Dan gaan we even de trein pakken. Er zijn heel wat nieuwe mods gereleased. Dus ik kan je zo even laten zien. Er is in ieder geval iets bij de balen nieuw. Even kijken. Balen. Ja, maar het heet natuurlijk niet zo. Stel dat we hier balen verpakken. Deze is nieuw. De ophaler. Er is twee nieuwe scripts. Nieuw dat je banden anders en de andere is geüpdate. En nog iets dat je minder grip hebt. En er is nog het een en ander update. Dat kan ik even niet. Oh ja, plaatsbare objecten is er ook iets nieuw. En je kan nu tegenwoordig ook liquid fertilizer tank, soiled fertilizer tank en seed tank om te kunnen tanken. En volgens mij zit daar gewoon oneindig in. Of moet je die echt vullen? You can refill and refilling will cost you a higher price for liquid than burning pellets at the shop. Oké, ja, nou, dus je kan ze daar automatisch vullen. Als je echt geen zin hebt en te lui bent om dat te doen, dan ken dat. Verder rest. Dus even de trein starten. Niet te hard rijden. Ik denk op een remweg van 1 kilometer. Perfect. Dan gaan we in de kraan. En ik heb al een beetje geoefend, dus dat scheelt. Dat jullie niet hoeven toe te kijken hoe slecht ik ben. Je kan het vanuit first person doen, dat vinden jullie het leukste, dus dan doe ik dat ook maar. Kijk hoor. Zie naar me toe. Zakken. Het is best wel lastig om ze hier zeg maar uit te krijgen. Ik kan ook het hele kar erop zetten, dat is ook leuk. Maar dat gaan we maar niet doen, want dat is wat minder realistisch. Oh, niet de bak te veel beschadigen. Echt wel lastig hoor, die kraan. Tenminste, om hem uit die bak te scheppen. Het is er natuurlijk ook niet helemaal voor gemaakt. Dus dat is ook een reden. Oh. Ja. Ook niet. Weet je, we zetten de bak erop. Ik ga jullie laten zien hoe ik het dan doe. Het klopt dat het wat minder realistisch is. Maar ja, weet je, dit is nog de easiest manier. Ik zou jullie ook de easiest manier laten zien. Nee, het is niet leuk, maar ik gebruik in ieder geval wel de trein. Dat is in ieder geval wel iets. Gaat dat wiggetje draaien. Wat? Zo, kijk. Hier komen we ergens. Het werkt in ieder geval. En zometeen kunnen we de kar hier makkelijk oppakken. En we verder spanbandjes. De kar telt hij niet als iets dat hij mee kan nemen. Dus dat kan nog een beetje raar zijn. Ik snap het, dat jullie dat raar kunnen vinden.
Maar ja, je hoort natuurlijk ook niet met de car ronddraaien. De car die gaat er zo meteen uitglitchen, dat kan ik jullie wel vast vertellen. Of misschien blijft hij een keertje zitten, maar ik denk het niet. Vooral met die bochten niet. En het is maar een klein stukje. En ik zei, er is een kans dat, maar het hoeft niet zo te zijn. Zoals je kan zien, is er niks uitgevallen. Ja, het laatste stuk kan misschien natuurlijk weer uitglitchen. Oh, die remweg is echt veel te lang. Zo. Nou, welkom op het punt van het hout. Hier al moet het hout ingegooid worden, dus het is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon even zorgen dat je nu dan de karp gaat pakken. Oh, ja, hij moet iets nog verder naar achter. Laten we dan ook meteen gelijk zo doen. Niet te ver. Jongen, de trein toch. Zo dan. Zo is beter. Moeten we straks wel proberen die car natuurlijk weer op de trailer te zetten. Hopen dat hij op de terugweg er niet afglitcht. Het zal waarschijnlijk weer wel. Het is nooit dat het eens een keertje goed gaat. Zo. Nou. Zo grote mogelijk hap proberen te nemen in één keer. Dat moet ik het allemaal weer met de hand doen. Voor mij heb ik zo wel een grotendeels. Je denkt van waarom pak je hem nu al? Want je hebt nog helemaal niks. Tenminste, ze zitten nog vast. Maar als ik ze nu loskoppel, dan valt er dit allemaal uit. Maar ik heb in ieder geval wel een deel van de lading vast. En de rest, dat moeten we gewoon voorzichtig met de hand doen. Dus je kan zien, 1, 2. Ah, geld. Het levert op zich niet zoveel meer op als dat het vroeger deed. In de Farming 15 natuurlijk. Maar wel een beetje. Op zich wel genoeg. Eén, twee. Hoppa. Per bakje is het toch 1000. Dus nou ja, voor heel veel, op zich voor niet zo heel veel. Wat ik zei, heel veel investering kan je het heel makkelijk kopen. Dus dat maakt niet zoveel uit. Het is jammer dat die trein net niet over de trigger kan rijden, dat je alles automatisch verkoopt. Maar het maakt het wel wat stukje realistisch. Of dat je er een functie op hebt zitten, dat je alles automatisch verkoopt. Zo, een beetje goed omhoog en terug. Hoppa. Nog een keer goed omhoog en terug. En nog een keer. Volgens mij hebben we dan al het hout er alweer uit. Voor mij wel het hout al. Nou, we zijn toch wel wat rijker geworden. Het is niet veel. Ik denk dat je met de missies meer verdient. Maar het is altijd leuk om te proberen. Ik hoop dat ik die car nu een beetje op kan pakken. Nee. Dan moeten we alsnog met de trekker erheen gaan rijden. In ieder geval, we hebben wel met de trein geprobeerd te doen. Het is niet helemaal 100% gelukt. Maar ja, we hebben het in ieder geval wel gedaan. Ik ga de kar ophalen. En dan zie ik jullie zo meteen weer op de boerderij. Zo, dan gaan we op zoek naar een missie. Ik zie daar een missie. Maar volgens mij is dit allemaal nog niet klaar. Dus kunnen we hier een missie uitvoeren. We gaan eens even kijken. Er. Kijk, wel. Oh, hoi. Heb jij toevallig wat tijd over? Wij gaan deze missie gewoon aannemen, denk ik. Dat is wel een leuke missie. Dat heb ik nog nooit gedaan met
deze machine. Ook eerst even dit uitzetten. Zo. Blokje erop. Ik krijg ook een tijdbonus, dus daar hou ik er even rekening mee. Modcode instructie staat aan. Dus de boer zal wel niet heel blij zijn. Maar dat is niet mijn probleem. Hij huurt mij in. Oh joh, dit ding is hartstikke breed. Zo. Nou, boer. Zeg maar dag tegen je land. En ik, maar waarschijnlijk als ik zo meteen wegga en ik kom terug, dan is het gewoon allemaal weer weg. Dan is het spant het allemaal weer terug, hoop ik. Anders heeft hij namelijk best wel een groot probleem. Dan is namelijk een groot deel van zijn oogst weg. Een groot deel. Niet helemaal, maar wel een groot deel. Tegenwoordig kun je ook rechtsboven in de hoek zien hoe laat ik iets opneem. Dat is namelijk 17:25. Ik ging net op de telefoon kijken hoe laat het is. Dat heeft helemaal geen zin, want ik kan het gewoon daar zien. Eigenlijk moet je small tires hebben, dat is veel beter. Maar ja, niet iedereen heeft dat. Tenminste, deze boer blijkbaar niet. Of wel? Jawel, wel small tires. Nee, dit zijn geen small tires. Ik denk dat er nog wel smalle tires zijn. We kunnen ook commissie doen op de oogsten, bieten rooien, nou, zoals je dan nu doet, spuiten, cultiveren, zaaien. Eigenlijk alles wat je zelf ook moet doen voor een oogst, kan je ook voor iemand doen. Oftewel echt een beetje een loonwerker zijn. Dat is het. Je krijgt ervoor betaald om dit te doen. Nou, dan is het toch allemaal niet zo erg. We zullen nog een klein strootje aan de andere kant terug. En dan is het helemaal perfect. Krijgen we nog een tijdbonus. En dan ben ik benieuwd hoe snel we geld verdienen. Voor de oogsten zelf krijg je voor mij 12.000 euro. Dus dat is eigenlijk nog best wel een hoop geld. Maar ja, je helpt die boeren er natuurlijk ook wel mee. Die hebben er ook niet altijd tijd voor. Zoals je dat verhaaltje net kon lezen. 1, 2 en done. Fantastisch. Beloning 3000, tijdbonus. Kijk eens aan. De bomen zijn al teruggespannen, zoals je kan zien. Nou, hebben we een missie gedaan. Kan die nog een missie? Nee, momenteel geen missie beschikbaar. Je krijgt ook meteen een band met hem. Waarschijnlijk als je vaker klussen doet, dat je ook zijn land goedkoper kan kopen. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Wat kunnen we hier doen? Nou, zoals je hier kan zien, hier kan je oogsten. Dit is ook James. Is dit ook James? Voor mij is het allebei James. Het is allebei de weilanden van James. Ja, zie je ook James. Pak even de trekker, want ik heb eigenlijk momenteel niet zoveel zin om te oogsten. En dan gaan we nog even kijken of we ergens een andere missie kunnen doen. Dit lijkt op bieten. Of aardappels. Ja, aardappels. Dat zijn aardappels. Maar ik denk dat we hier ook niet zoveel kunnen doen. Oh, deze. Dit is ook nieuw. Oh, de T7. Oh, dat is zo'n lekker ding. Oh. Ja. Dit is echt een mooie trekker. Nog wel flink pittig weilandje, zeg maar. Maar dit ding spreekt nogal redelijk breed. Dus dat komt wel goed. Sorry voor de oogst, meneer. Dit is wel een flinke sprayer volgens mij. Ik weet niet hoe breed dat ding spreekt. Het zal ongeveer wel zoiets zijn. Nou, voor mij ben ik alweer iets te enthousiast. Nou, ik vind het wel goed zo. We houden dit aan. Vind ik jammer dat ik geen GPS mod nog heb. Anders had ik die nu zeker gebruikt. Dan kun je gewoon instellen dat hij mooie baantjes maakt. Maar een GPS mod is er nog niet. Dus dat gaat niet, hè? Nee. Dan gaan we hierna wel wat anders doen dan alleen maar of alleen maar water sproeien. We moeten even kijken welk weiland een beetje leuk is om bijvoorbeeld nog te oogsten. 24 is op zich niet zo groot, maar bijvoorbeeld 19 moeten we even kijken. Voor mij is dat ook sproeien. Of 9, of We have to take a look. Dat gaan we zo meteen ook even doen. Maar ik ga zo meteen, want vandaag is het vrijdag. De video is natuurlijk online gekomen. Deze video komt pas maandag online. Ik ga ook verder nog, dan heb ik toch geen antwoord kunnen geven op de vraag die ik vorige aflevering heb gesteld. Maar ik wil wel zeker weten dat het nu in ieder geval een beetje op tijd online komt. Ik probeer elke dag tot nu toe te uploaden. Rond een uurtje of
2, 3. Eigenlijk standaard 3 uur. Maar vandaag ging het even apart. Maar hou het op, de aflevering komen om 3 uur online. Ik denk dat dat de beste tijd is. En ja, dan moet je gewoon. Dan ga ik gewoon de aflevering online zetten. Kan je eventueel een melding aanzetten dat je een melding krijgt wanneer ik een video upload. En zo niet, dan niet. Maar dat maakt niet zoveel uit. Verder rest. Ik ga naar zometeen naar YouTube. Een enig YouTube evenement. Dat is eigenlijk niet echt een YouTube evenement. Maar meer een evenement van mijn partnernetwerk. Dan ga ik even heen. En dan ga ik kijken hoe. Ja, wat we dit keer te bieden hebben. Het thema is Halloween. Ik heb zelf niet zo heel veel het thema. Tenminste, ik ben niet zo heel erg van het verkleden. Maar ik heb wel een soort spinnenweb meegenomen. Die doe ik dan om me heen en zo. In ieder geval leuk, iets dan niets, toch? Anders dan voelt het ook weer zo saai als je helemaal niks doet. En mijn moeder is momenteel nog naar Alphen. Dat is bij ons in de buurt. Dat is een beetje een stad waar wat meer te koop is. En daar is ook nog een iets aan het halen voor Halloween. Want ja, ik durf natuurlijk ook niet voor Jan Lul te komen met niks. Dan moet je je nog meer schamen dan dat je je helemaal vol kliedert met het smink. Maar ja. We gaan er zo doorheen. De meeste waar ze het over hebben is een beetje optimaliseren van je kanaal. En dat soort dingetjes. Niet echt iets heel interessants. Niet zoiets heel interessants groot. Het is dan niet dat je er per se moet zijn. Maar het is wel altijd leuk. Het is altijd leuk. Beetje met andere mensen ook. Er zijn ook altijd andere mensen die komen, die een beetje kan ontmoeten. Dus dat is ook altijd gezellig. Vooral een beetje meer. Ja, meer kennen van andere YouTubers is ook wel belangrijk. En ik ga jullie binnenkort ook nog wat leuks vertellen. Dat komt pas later. Maar dat is wel, vind ik op zich wel leuk. Mag ik nu nog niks over zeggen. Dat is een beetje een project. Het is wel een andere game. Een oude game die ik vroeger ooit op mijn kanaal heb gespeeld. Dat komt weer terug. En nee, het is geen Construction. Heel veel mensen willen ook Construction terug. Misschien ga ik dat ook nog wel een keertje doen. Maar het is momenteel nog even wat anders. Maar geloof me, wat ook terugkomt is ook wel lachen. Het is hartstikke lachen. Het is helemaal leuk. Eigenlijk is het best saai. Ik snap dat jullie dit saai zouden vinden om naar te kijken. Want dat is het ook. Het is best saai. Laat ze groeien. Ik heb wel een achievement. Zoals je kan zien. Dat vind ik altijd leuk. Een beetje breder sproeien, anders dan blijf ik bezig. We zijn er ook nog niet. Maar ik hoop dat ik het wel red. Want we moeten nu ongeveer wel op de kwart van de kwart zijn. Maar komt wel goed. Ja, sproeien. Het enige wat je doet is natuurlijk een beetje te planten, een beetje, dit is kunstmest, dus gewoon een beetje bemesten, omdat wij te skeer zijn voor echt mest. Ja, we zijn gewoon te skeer voor het echte mest. Waarom ik deze missie deed is niet om jullie te irriteren, maar meer om een beetje de machines te ontdekken. De T7 is mijn hoofdtrekker waarmee ik rij, zeg maar, als ik geld heb. Dat doe ik namelijk op de server. Dat vind ik een hartstikke mooie trekker, een perfecte trekker daarvoor. Ik maak dit baantje nog even af. En Dan ben ik bang dat ik het ook daarbij ga houden voor vandaag. Ik moet me namelijk even scheren. Ik moet nog het een en ander even doen voordat ik daarheen ga. Ik moet een beetje netjes verzorgd uitzien natuurlijk. Om een beetje goede indruk te maken. Deze aflevering komt dus maandag online. Vrijdag is het evenement geweest. Dat is natuurlijk vanuit mijn netwerk wat ik net al zei. Mijn netwerk is Age of Media. Waarin ik dat dus doe. En ze organiseren gewoon leuke evenementjes. En ik ben benieuwd wie ik allemaal tegen ga komen. Veel of weinig mensen. We gaan het zien. Ook een hoop nieuwe mensen, weet ik zeker. Ook een hoop mensen die ik al kende. En die nu al een heel stuk gegroeid zijn, dat weet ik ook zeker.
Want ja, ik ken er wel een paar die heel wat gegroeid zijn, zeg maar. In de tijd. Dan gaan we dit stukje nog even doen. En hoop ik dat dit genoeg is om het weiland af te maken. Alsjeblieft, laat het genoeg zijn. Volgens mij valt het ook onder 2 keer bemesting. Dus voor mij gaat het altijd wel goed. Even kijken waar een beetje een grotere ruimte zit. Hier zie ik niks lichts. Hier zie ik wel wat lichts. Sorry broer dat ik je oogst helemaal verkloot. Maakt niet uit toch? Nee, maakt niet uit. Mooi. Blijft nou helemaal niks meer van zijn oogst over. En ik ben nog niet eens klaar, dat is het ergste. Sorry. Even kijken, nog een klein stukje. Ik weet niet of er nog ergens een punt is. Voor mij deze hele strook heb ik een heel stukje over laten staan. Het lijkt er wel op, een strookje wordt wel een tikje kleiner. Ja, dit is een beetje dom van me dat ik dat zo heb gedaan. Want hierdoor krijg je dus dit soort problemen. Hier staat ook nog wel een heel stukje vrij. En een heel klein puntje. Kom op. Een klein puntje. Ja. Mini puntje. En hij is klaar. Kom op. Hij is klaar. Ik ben al klaar. Hallo. Hallo. Kom op. Goed zo. Ik moet toegeven, dat heb je heel goed gedaan. Nou nee, je hele land is verkloot. Maar dat maakt niet uit. Volgende keer weer beter. Ik wil nog even in de Nieuw-Holland even kijken wat voor volgende missie we misschien gaan doen. Voor volgende week. Of voor jullie is dat natuurlijk al. Deze week. Misschien zorg je als er wat minder afleveringen online komen. Morgen of overmorgen. Maar dan komt, ik heb een tentamenweek, om het zo maar te zeggen. Dus dat betekent dat ik heel veel toetsjes moet gaan maken. En dat waarvoor ik een beetje moet volgen, waar ik voor moet gaan leren. Ik heb altijd een hekel aan leren. Ja, het is wel iets wat moet gebeuren. En daarom, sorry daarvoor. Narrow Bridge. Nou, het valt wel mee toch? Oh, oh joh. Nou, waarschijnlijk moet hier gewoon geoogst worden. Om een groter weiland. Je kiest hoe mooiere grote oogstmachines je krijgt. Zoals ik hier zeg. Dit is een flinke oogstmachine. Maar ook wel een flink weilandje. Maar dames en heren, super bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ja, geef natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Vergeet beneden niet te abonneren. En zie ik je de volgende keer weer terug. Dames en heren, tot de volgende keer. En ik zeg natuurlijk zoals altijd, laters.